put a little bit of shit, put a little bit of shit, put a yeah. Add a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Add a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Yo mensen, tof ik kijk deze video. Mijn naam is Wesley van FIFAboy1999. We hebben vandaag de nieuwe Feyenoord carrière mode. Vandaag hebben we één wedstrijd, de bekerfinale. Niet de bekerfinale, de halffinale van de beker. Tegen FC Utrecht. Ja, jullie zien aan de titel en aan de thumbnail. Ja, we hebben inderdaad deze wedstrijd tegen Utrecht. En ja, jullie kunnen het al zien. Maar jullie weten natuurlijk niet met hoeveel we deze wedstrijd niet gaan kunnen winnen. Dus helaas liggen we wel uit de beker. Maar ja, jullie weten niet hoe die wedstrijd gegaan is. En dan ga ik jullie bij deze dus gewoon laten zien. En morgen is er dan de RKC-Kremhout. En zaterdag ook. Dan zondag weer de Feyenoord-Kremhout. Want ik kom meerdere dagen de RKC-Kremhout doen. Jullie hebben gisteren dan de RKC gezien. Omdat ik jarig was. En hier gaat Utrecht nu de eerste aanval krijgen. Dalmau. Dalmau van de streek. Dalmau. En het is de 1-0 voor Utrecht. We staan achter. Dalmau maakt de 0-1. Dat betekent dat het ook gelijk de achterstand is voor ons. We moeten gelijk weer terug te komen. Andrian Dalmau. Berghuis. Mooi paas op Narsing. Narsing. Wou meer spelen. Speelt nu een tijdje. En hier de redding van Pias. Doelman van Utrecht. Red hem. Corner voor Feyenoord. Toornstra. Berghuis. Mooie paas. Barco. Jurgensen. Ja, hij zit erin. De gelijkmaker. In de 14e minuut. Nicolai Jurgensen. En zo komen we. Op gelijke hoogte. Vlak naar de goal van FC Utrecht eigenlijk. 26e minuut, nu Utrecht weer. Maher. Dalmau en de bal net over. Nou is het dus al zeker dat we de bekerwedstrijd niet gaan winnen. Hopen we ons natuurlijk wel terecht op het kampioenschap. PSV is ook in de strijd om het kampioenschap. Maar we moeten sowieso wedstrijden zien te blijven winnen. Hierna zien jullie de twee wedstrijden die ik heb gesimuleerd. De competitiewedstrijden. En daarna gaan we de volgende aflevering tegen Ajax spelen. De klassieker. Hoop ik dat die natuurlijk moeten winnen. Die moeten wel winnen eigenlijk. Narsing geeft de bal goed voor. Berghuis de bal naast gekopt. En wij klappen ervoor. Want we doen het redelijk goed. Na die vroege achterstand. 44 minuten. Toornstra. Bal op Jurgensen. Jurgensen. Mooie bal op Barco. Barco is op snelheid. Barco moet hem voorgeven. Dat doet hij hier ook. Op Ver. Die deze wedstrijd mag beginnen. Samen nog een paar aantal spelers. En de eerste helft is dus een gelijke stand. 1-1. Gaan we dus met een gelijke stand de rust in. Die in de 45 minuten vlak naar rust weer begint. Van de streek. Terug naar achteren. Boylissen. Die speelt dus bij Utrecht zie ik nu. Dalmau nu Utrecht weer. Moeten we gaan verdedigen. Senesi wacht af. Kan beter in aanval gaan. En dat gebeurt ook. Berghuis. Narsing. En Toornstra. Jurgensen. Bal op Ver. Ver niet goed op Barco. Emanuelsson vangt de bal op Utrecht. En Emanuelsson behoudt de bal nog steeds. Emanuelsson heeft de bal hier weer terug. Het is even zorg achter in bij Feyenoord. Er komt de bal voor. Weggekopt door Nieuwkoop. Maher en het is de 2-1 voor Utrecht. We staan achter met 2-1. Kokcu gaat erin komen bij ons. Maar we staan achter en dat is niet zo goed. Jullie weten al wat de wedstrijd gaat worden natuurlijk. Maar jullie weten niet met hoeveel natuurlijk. Ik kan je wel zeggen, we blijven lang wel in de race voor de 2-2. Maar ja. Ja, jullie gaan het wel zelf zien. Hier nog een kans, maar de Vermeer met de redding. En de bal wordt binnengehouden door Nieuwkoop. Nieuwkoop naar IE. En Ver. Narsing. Kokcu. Jurgensen. Kokcu. Paas op, wie is dit? Nieuwkoop en die wordt onderuit gehaald. En de uittap is voor Feyenoord. Ik ga hem gewoon laag voorgeven. Bayerbeck is neergekomen bij Utrecht voor Czerny. Slechte vrije trap zeg van Bart Nieuwkoop. Barco, IE. Goeie paas gelijk. Kokcu en Jurgensen. Jurgensen net niet goed op Kokcu. Bouwen behouden bij Haps, Toornstra. En Barco. Barco, nee, weggehaald door de FC Utrecht. En ingooi is wel voor Feyenoord. Dalmau gaat eruit bij FC Utrecht. Joosten komt erin. Kokcu. Toornstra. Kokcu. Kokcu met de kans. Jurgensen dan. Jurgensen. Nog een keer Barco. Feyenoord moet toch snel gaan schieten hier dan met Kokcu. Jurgensen in de redding van Pias. Had moeten zitten in de 79e minuut.
Er komt nog een corner aan. Genomen door Kokcu. Bal voorgeven hier voor Toornstra, maar die kopte dan in het zijnet. We zitten in de 85e minuut, vlak voor het einde van de wedstrijd. Maar her, als 3-1 wordt, is het klaar. We moeten gaan verdedigen. Overtreding nog daar. Vrije trap dus voor Utrecht. En de gele kaart van Haps. Vrije trap Utrecht. Maar her, wegkoppen. Ja, de voeten van Wiekhem. En dan is het klaar en over en uit. En dan gaan we deze bekerwedstrijd verliezen van FC Utrecht. Met 3-1 maar liefst. In de extra tijd gaat Utrecht nog op zoek naar die 4-1. Maar wij kunnen daar gelukkig nog tussen komen. En hier heeft Vermeer uiteindelijk de bal klem. En dan hebben we deze wedstrijd toch verloren met 3-1. Dat is dan heel zuur. De halve finale van de beker verloren tegen SC Utrecht. Maar goed. De volgende wedstrijd gaan we simuleren tegen Willem II. Thuis in eigen stadion. Dat is 4-1 voor ons. En de volgende wedstrijd tegen Sparta uit. Gaan we ook simuleren. En die winnen we met 3-1. De volgende wedstrijd is tegen Ajax. Jullie zien even hier de persconferentie. Ik zou alvast zeggen bedankt voor het kijken. Druk op het duimpje omhoog als je dat nog niet hebt gedaan. Morgen de RKC Kremoot en zaterdag ook. En dan zeg ik bedankt voor het kijken. En later.